Ik zou graag willen dat er de mogelijkheid kwam om de boa's ook uit te rusten met pepperspray. Dat is een niet agressief middel. Het is bedoeling om te gebruiken op het moment dat je wordt aangevallen. Het is effectief, want het houdt iemand dan echt tegen op dat moment. En dat is exact wat we willen. Niet dat de boa's zelf ingezet worden en een geweldsinstructie nodig hebben. Maar als ze aangevallen worden, dat ze iets effectiefs hebben om zich iemand even van het lijf te houden. Terwijl ondertussen de politie wordt gewaarschuwd die dan assistentie kan hebben. Het gaat mij om de pepperspray. Ik ben er niet voor om de boa's te gaan bewapenen. Ik ben er ook niet voor om ze politietaken te gaan geven. Ik denk ze hebben een eigen taak, handhaving van regels. Mochten ze dan geconfronteerd worden met agressie, en helaas gebeurt dat regelmatig, dan moeten we zorgen dat en hun uitrusting zodanig is dat ze niet direct zich heel onveilig hoeven te voelen, maar ook dat ze een effectief middel hebben om zich iemand even van het lijf te kunnen houden. En dan vind ik pepperspray een uitstekend middel. En ik zou de minister willen vragen, zie het niet als bewapening, zie het echt als bescherming, als verdediging, en zorg ervoor dat deze boa's hun werk veilig kunnen doen. Vorig jaar hebben wij een aantal incidenten gehad. Dat ging op parkeerwachters die dan plotseling werden aangevallen. En dan kan het heel heftig toegaan, omdat iemand ontzettend agressief wordt. En het enige wat ik dan denk dat nodig is, dat is dat je eventjes effectief iemand op afstand kan houden. En dat is wat we willen. En ik denk dat het goed is dat onze mensen met dat gevoel van veiligheid hun werk kunnen doen. Willen mensen het gewoon woord hebben? Gelukkig wel. Het is heel belangrijk voor de samenleving dat er regels zijn, dat regels gehandhaafd worden. Er wordt ook heel veel gevraagd. De gemeenteraad vraagt ook om handhaving. Er zijn mensen die het willen doen en wij moeten als werkgever zorgen, samen met de minister die daar de ruimte voor moet geven, dat ze ook de goede middelen hebben om veilig hun werk te doen. Ja, zijn er genoeg aanmeldingen? Gelukkig nog wel, maar we moeten flink aanpoten, want het is, we vragen ook wat van mensen. Maar het lukt nog steeds. Ja, was de minister gevoelig voor uw pleidooi? Nou, de minister snapt dat er een probleem is, maar hij hikt aan tegen bewapening voor de boa's. Dat wil hij niet. Hij wil ook een onderscheid houden tussen boa's en politie. Daarin denkt hij echt gelijk. Ik wil ook onderscheid houden. Ik wil niet als het ware dat wij als stad de politie moeten gaan regelen. En ik wil ook niet dat de boa's gewapend worden. Dan worden er veel hogere eisen gesteld. Dan gaan we ze ook bij andere dingen inzetten. Dan krijg je een ontwikkeling naar politie. Dat willen we niet. Wat wij willen is een effectieve manier om jezelf even te kunnen verdedigen in afwachting van de assistentie van de politie. Tot slot, waar je verwacht weer uitsluiting over? Nou ja, het is al een langlopende discussie. En ik hoop dat dit toch gaat leiden tot een slotstelling. En dat wij binnenkort een serieus gesprek gaan voeren om dit